Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door Doesburg Optiek. Een compleet bril met enkelvoudige glazen voor slechts €99. Of uw bril met multifocale glazen vanaf €199. Reni Peters, goeiedag. Jij bent van Huid en zo hier in Doesburg. En ik heb begrepen dat jij de initiator bent van een evenement wat aanstaand weekend hier in Doesburg van start gaat. Ja, we gaan aanstaande zaterdag het seizoen openen. Ja. 12 maart is er van 10 tot 5 in Doesburg allerlei activiteiten bij ondernemers. Je kan workshops volgen. Er is een modeshow om 1 uur op de Driesprong. Dus voor elk wat wils. Elke ondernemer die meedoet, heeft een vlag aan de gevel hangen. Mm-hmm. Met een kleurrijke uitstraling. Ja, want dat is de naam ook van het evenement, hè? Kleurrijk Doesburg, heb ik begrepen. Ja, we willen de stad gewoon goed gaan kleuren. Voorjaar, iedereen wordt wakker. De straat op. Het wordt prachtig weer aanstaande zaterdag. Okay. Dus dat heb je besteld? Ja, hebben we besteld. Okay. Helemaal geregeld. En gegarandeerd wordt het ook afgeleverd? Ja, we hebben de garanties bij gekregen. Oh, dus, Hoe doe je dat? Ja, zo. Contacten. Okay. Hey, je zei ondernemers doen mee. Hoeveel ondernemers doen mee? Heb je daar al zicht op? Ik heb het aantal ondernemers niet, maar het varieert van horeca tot aan cadeaushops, wellness en schoonheidssalons. Je kan het zo gek niet noemen. Alle ondernemers hebben zo'n beetje een actie verzonnen. Ja. Hey, stel nou dat mensen zeggen van nou, ik ga zaterdagmiddag of zaterdagmorgen dus noods al lekker even naar de stad toe. Wat kunnen ze allemaal verwachten? Wat ze kunnen verwachten is een scala aan activiteiten en aanbiedingen. Op allerlei niveaus en gebieden. Je kan zelfs 's avonds een kleurrijk diner bestellen en boeken. Kleurrijke hapjes bij de koffie. Je kan al shoppend kan je Doesburg rond van workshop naar aanbieding naar activiteit. En een fantastische modeshow door gezamenlijke ondernemers die daar hun mensen aankleden. Okay. En die modeshow, waar gaat dat plaatsvinden? Dat gaat plaatsvinden in Meipoortstraat, Kerkstraat en Ooipoortstraat. Ja, op de Driesprong zogezegd. Ja, okay, ja, okay. Ja. En hoe laat zijn die modeshows? Wordt het één keer gedaan? Wordt het meerdere keren gedaan zaterdag? Nee, er wordt één modeshow gedaan om 1 uur. Mm-hmm. En ik weet niet tot hoe lang die duurt, maar er zijn schoenenzaken en modezaken, dus er zitten er genoeg in Doesburg. Ja. Dus ik denk dat het zeker voor 1 uur, 1.5 vertier is. Dus, Oké, perfect. Ja. En door wie wordt het gewoon? Jij hebt het initiatief genomen, door wie wordt het georganiseerd? We hebben eigenlijk met een aantal vrouwelijke ondernemers van Tersteeg, Ledewaren, Cadeaus, Cadeaushop, Doreen van Doormode, Huid en Zo, Ankerstyling. Hebben we gemeend daar een leuke activiteit van te maken. We hebben daar een commissie voor gevormd en daar activiteiten ontwikkeld, zogezegd. Ja, we hebben even gebrainstormd van wat kunnen we nou doen om Doesburg in het voorjaar goed op de kaart te zetten. Okay. Je zei het voorjaar. Is het een vastgegeven wat wij kunnen verwachten de komende jaren? Want ga je ook iets in het najaar doen, begrijp ik? Ja, we gaan in september kleurrijk Doesburg herhalen. Ja. En daarbij openen we het winterseizoen. Dus het zijn 2 evenementen die jaarlijks terugkomen op de kalender. Oké, en dit is ook opgenomen in de kalender van de stichting Binnenstad Doesburg, begrijp ik? Ja, het is goedgekeurd en opgenomen in alle activiteiten die gepland staan. Nou, we gaan het beleven aanstaande zaterdag. We zijn benieuwd. Ja, volgens mij is er geen reden om thuis te blijven. Dus ik verwacht heel veel mensen in Doesburg. Dankjewel. Graag gedaan. Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door Doesburg Optiek. Een compleet bril met enkelvoudige glazen voor slechts €99. Of uw bril met multifocale glazen vanaf €199.